VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar VVV-TV. In deze uitzending blikken we met hoofdtrainer Rick Kruis en middenvelder Levi Smans vooruit op de thuiswedstrijd tegen de Graafschap. Vrijdag kan VVV in de eigen koel deelname aan de play-offs veilig stellen na het 1-1 gelijkspel op bezoek bij Helmond Sport. Rick, met wat voor een gevoel ben jij het weekend gegaan naar de wedstrijd tegen Helmond? Uiteindelijk een teleurstellend gevoel natuurlijk. Dat je komt op 1-0, heb je de kans om op 2-0. Ja, dat laat je na en dan scoren zij. En dan komt er een fase dat je het best wel moeilijk hebt ook. Wat vond je van je ploeg over het algemeen? Tot en met die goal behoorlijk goed. Structuur van verdedigen was goed. Structuur van aanvallen vond ik ook goed. Vond dat we veel initiatief hadden aan de bal. Vond dat we ook durfden spelen. Niet alles ging goed, hè, maar we creëerden wel een aantal goede kansen. Maar over dat gedeelte ben ik behoorlijk tevreden. Ik ben alleen ontevreden natuurlijk wat er gebeurt na die tegengoal. Om eerst het goede even te belichten. Je zegt al meer lef aan de bal. Is dat het voornaamste wat beter was vergeleken met de afgelopen weken? Nou, dat maar ook natuurlijk de kansen die je echt creëerde vanuit voetbal. Hè. Week ervoor was het natuurlijk veelal vanuit spelervatting en opportun spel. Nu was het echt voetbal. Grote kans voor Kees de Boer natuurlijk in de eerste helft. Grote kans voor Levi Smans. Levi Smans die een goal schiet waar Mitchell nog aan zit. Nog het moment gehad dat Sven doorkwam. Kopbal die de keeper goed pakte in de eerste helft. Nou, tweede helft natuurlijk een hele grote kans met Alouche. Daarna maken we die goal. Daarna natuurlijk de mega kans van Venema. Ja, dat zijn wel momenten dat we dodelijker moeten zijn. Had je na die 1-0 wel het gevoel van nu gaan we het afmaken? Ja, dat had ik wel. En helemaal na die kans natuurlijk. Hè, want dat was, zij geven veel druk. Wij komen daar onderuit met een doelgerichte lange bal op Sven. Die duel wint. Levi chipt hem naar Nick. Ja, mega grote kans. En normaal is dat ook zijn handelsmerk natuurlijk. Maar ja, nu pakt de keeper hem goed. Hoe kan het dat je dan niet door kunt drukken na die 1-0, denk je? Ja, dat vond ik ook moeilijk te verklaren. Ja, eigenlijk wat we goed deden, de hele wedstrijd valt daarna uit elkaar. Ik zou eigenlijk niet weten waarom we naar achter gingen lopen. Dus ja, misschien dachten we zo de voorsprong te verdedigen, maar ja, het pakt helaas niet goed uit. Dan wordt het daarna gelijk. Hoe vond je dat je ploeg daarmee omging in die fase? Slecht. Ik vond dat we weinig antwoord hadden op de wissels die Helmond deed met de komst van Arias en Van Ooyen. Ik vond het tegengoal heel slecht en te makkelijk laten voorgeven. En, ja, daarna wint Arias het duel. Ja, en dan is er een fase dat we wel een paar keer goed wegkomen en dat we zelf in de omschakeling eigenlijk veel te weinig brengen. Ja, daarna Helmond kreeg natuurlijk daarna vertrouwen, ja, waardoor het voor ons ook moeilijker werd. Wij kwamen er heel moeilijk meer uit. De tweede ballen waren bijna allemaal voor Helmond. En, ja, toen merkte ik wel dat dat nog moeilijk ging worden. Is het dan even die tik die de ploeg krijgt, waardoor ze in die slotfase niet meer terug kunnen knokken? Dat kan, hè, want je staat natuurlijk bijna op 2-0 en dan ineens sta je bijna achter. Dus natuurlijk is dat, maar ook dan moeten we cool blijven en gewoon de dingen blijven doen zoals afgesproken. Wat voel je voor je eigen wedstrijd? Ja, zelf op zich wel een redelijk goed gevoel eraan overgehouden. Ik had wel een kopkantje wat ik... Die had erin gemogen en ja, uiteindelijk wel blij met een assist die Sven en nog heel knap afmaakt. En ja, dus deze lijn doortrekken en vrijdag tegen de Graafschap door we staan. Het gaat sowieso goed met je de laatste weken. Ja, klopt. Ik krijg veel speeltijd, dus dat is wel weer positief. En ja, dan moet ik me gewoon laten zien. En ik denk dat nu wel de laatste weken aardig gaat, ja. Je hebt nu ook veel meer het gevoel dat je iets aan het team kan toevoegen. Natuurlijk ook voor jezelf. Je hebt altijd je best gedaan om uiteindelijk weer te gaan spelen. En ja, dat het dan nu zo uitpakt en dat het goed gaat, is mooi en ook een beetje een beloning voor mezelf. Je zei al teleurgesteld na vrijdag, maar de realiteit is dat je alles in eigen hand hebt. En als je vrijdag wint, zijn de play-offs veilig. Mm-hmm. Dus met wat voor gevoel werk jij nu toe naar vrijdag? Met een goed gevoel, omdat ik weet dat we natuurlijk enorm gesteund gaan worden door onze eigen fans. Maar ook door hoe ik de jongens zie trainen, hoe ik ze met elkaar om zie gaan, hoe ik ze actief bezig met elkaar zie om te verbeteren. Dus ik heb daar gewoon een goed gevoel over. Waar moet je voor waken bij de Graafschap? Ploeg in vorm? Ja, ze hebben natuurlijk individuele kwaliteiten. Hè. Ze kunnen
uit het niets een goal maken. Ze zijn heel gevaarlijk met voorzetten. Ze hebben de afgelopen weken veel kansen gecreëerd, maar ze zijn ook te pakken in de omschakeling of de kansen die ze zelf weggeven. Zij komen hier naartoe, ze moeten winnen. Wij weten dat we gaan ook 100% voor de winst, maar misschien is een gelijkspel ook genoeg. De realiteit is dat we nog steeds 5 punten voor staan op hun. Met nog 2 wedstrijden te gaan. En het is heel simpel, we willen het gewoon afmaken hier in eigen koel, vrijdag. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof. De koel. De club. De kleuren. Wij zijn VVV. Wij zijn Venlo. Dit seizoen was een jaar met ups en downs. Een seizoen met te veel downs in eigen huis. Maar jullie bleven ons altijd steunen. En samen met jullie kunnen wij iedereen aan. Want VVV vecht zich altijd terug. Een jaar lang hebben we samen met jullie gevochten voor de play-offs. Eindelijk weer een thuiszegen voor VVV. En nu is het moment daar. Hebben jullie steun keihard nodig. We gaan alles geven voor de club, voor de stad en voor jullie. Samen trekken we ten strijde en samen hebben we maar één plan. Elke wedstrijd winnen. Ja!